We zijn aan boord van museumschip Mercure, het voormalige torpedowerkschip van de marine. 2 jaar geleden hadden we aan boord de tentoonstelling Operation Calendar over de grote mijnenveegoperatie op de Westerschelde in 1944. De nieuwe tentoonstelling, waar gaat die over? Nou, we blijven in de buurt. Het gaat ook over de marine in Zeeland. De tentoonstelling heet Op Post. Die gaat over de rol van de Koninklijke Marine in Zeeland tijdens de Koude Oorlog, gedurende de Koude Oorlog. Ik weet dat er toen wachtschepen in Vlissingen lagen en een aantal mijnenvegers was gestationeerd. Eind jaren 60 kwam de marinekazerne in Vlissingen. Is dat waar de tentoonstelling over gaat? Nee, eigenlijk niet. Die kazerne later en in eerste instantie die wachtschepen, die waren vooral facilitair bedoeld om operationele eenheden aan de gang te houden. Natuurlijk die mijnenvegers, maar er waren nog meer diensten in Zeeland. Maar in ons geval schenken we vooral aandacht aan, in onze ogen, het belangrijkste wat hier in Zeeland op dat moment was. Dat was Maritime Headquarters, het oorlogshoofdkwartier. In eerste instantie opgezet voor de Benelux. Voordat we lid werden van de NAVO, hebben we eerst een defensieverdrag gesloten samen met België en Luxemburg. En daarom heten die bunkers eigenlijk, in hun naam zit de naam Admiraal Benelux, ABNL bunkers worden het genoemd. Maar later is daar de NAVO bijgekomen. En de NAVO, het NAVO-commandement wat daar zat, dat omvatte de Noordzee en de Belgische en Nederlandse kust. We staan bij een pijltoestel. Een mutpaal wordt hier in de volksmond genoemd, maar officieel heet dat een Pelorus en een Pelorus-tand. Daar staan er nog verschillende van in Zeeland. Het was een pijltoestel, men was bang, kort na de Tweede Wereldoorlog, dat Russische bommenwerpers mijnen in de Westerschelde zouden gooien. Dus langs de kust van de hele Westerschelde waren pijltoestellen neergezet, zodat mensen van de marine konden peilen met een kruispeiling waar die mijnen terecht kwamen, waarna men vervolgens een mijnenveger daar naartoe kon sturen om die mijn weer op te ruimen. En hoe kwam men eigenlijk aan die mensen voor die dienst? Dat was een wat ingewikkelder verhaal. In eerste instantie wilde men dat graag uit als vrijwilligers uit de burgerbevolking, de dorpen en de steden rondom de Westerschelde, dat er geen lange reistijden waren. Met de gevoelens van na de oorlog, men wil geen oorlog, verwachtte men wel dat men heel veel vrijwilligers zou krijgen. Voor de Westerschelde had men ongeveer 1100 mensen nodig. En dat werd via de burgemeesters, via de gemeentes werd dat geregeld. Daar werden ook oproepen gedaan, maar uiteindelijk reageerden daar bedroevend weinig mensen op. Nog geen 100 mensen had men als vrijwilliger. De burgemeesters zijn daarop aangesproken. Verrassend misschien, maar in die tijd, het is vergelijkbaar met de tijd van nu. Een van de belangrijkste reacties, voornaamste reacties die men te horen kreeg was, men had geen vertrouwen in de overheid. Men schaamde zich voor de buren. Men wilde daar niet bij betrokken zijn. Terwijl toch het oefenen had de overheid voordien al bepaald. Dat gaan we vooral in de maand april doen. Want dan ligt de visserij en de landbouw hebben dan niet veel werk. En als we de oefeningen in die periode doen, dan kunnen de mensen makkelijk een centje bijverdienen. En we hebben gelijk een geoefende groep. Nou ja, er waren te weinig mensen. De burgemeesters zijn erop aangesproken. En men heeft het later opgelost door meer dienstplichtigen te nemen, door die hele dienst, die mijnenuitkijkdienst, door dienstplichtigen te laten vervullen. Het derde onderwerp dat we behandelen tijdens de tentoonstelling, dat is het mobilisatieopkomstcentrum. Zowel bij oefeningen, bij NAVO-oefeningen, als bij een werkelijke opkomst in geval van oorlog, is dat de dienst die ervoor zorgt dat de juiste mensen op de juiste plaats komen. Dan wordt bij gemeentes worden ook oproepen gedaan. Mensen worden ook persoonlijk benaderd door brieven of een ambtenaar aan de deur. Dan krijgen de mensen echt de oproep om naar, in dit geval naar Vlissingen te komen. Worden op het station opgevangen en vervolgens worden ze doorgeleid naar de plaats waar ze uiteindelijk terecht moeten. Er is ook een brief te zien van de burgemeester van Vlissingen. Ja, dat is een van de grote verrassingen waar we tegenaan liepen. Dit is de brief.
De burgemeester van Vlissingen had een verzoek gericht aan het ministerie van Defensie om het oorlogshoofdkwartier te verplaatsen. Er was namelijk bekend geworden wat voor soort bom Rusland op Vlissingen wilde laten vallen. En dat wilde hij voorkomen. Waarom hebben jullie voor dit onderwerp gekozen? Enerzijds omdat we wilden vertellen over wat zich überhaupt in deze omgeving afspeelde tijdens de Koude Oorlog. Men kende wel de kazerne en dergelijke, maar wat er allemaal achter zat, niet. En we verbaasden ons over de enorme aantallen mensen die daarbij betrokken waren. Veel meer dan dat we zelf ook ooit gedacht hebben, terwijl we er zelf gewerkt hebben. En wat het voor een beslag legde op de omgeving. Vakantiehuizen, hotels, het internaat van de zeevaartschool zou zelfs daarvoor gebruikt worden om al die militairen onder te brengen. Tentenkampen voor mariniers zouden opgezet worden, dus enorme aantallen. Dus het gaat om heel veel mensen. In oktober is er nog een speciaal weekend. Jazeker, dan is er een landelijke happening bij meerdere stations die ook in de Koude Oorlog belangrijk zijn geweest. En worden ook allemaal radiostations gecreëerd en die zoeken in dat weekend, wij zijn dat hele weekend ook open, radiocontact met elkaar. En dan komen wij als Mercuur ook eindelijk weer eens in de lucht.